Hallo, welkom bij Draadje Los. Zoals beloofd, ga ik jullie laten zien hoe je vintage bedsokken breidt. Ik heb het in mijn draadje, een poosje geleden heb ik het erover gehad. Hè. Het was mijn vintage projectje. Voor de mensen die mij al langer volgen, hè, die hebben het gezien in Draadje door de week. Elke zaterdag doe ik altijd een vintage projectje. Uit een oud tijdschrift of een oud boek. En dat ga ik dan namaken. En deze vond ik zo leuk en zo eenvoudig dat ik het jullie niet wilde onthouden. Nou, wat is het nou? Je ziet hier een raar gevormd lapje liggen. Het gaat om deze bedsokken. En die worden gewoon op twee naalden of op een rondbreinaald, maar het wordt plat gebreid en dan later in elkaar gezet. En het is helemaal aan één stuk gebreid. Ja, ik was gewoon benieuwd hoe dat in elkaar zat. Dus ik wilde ze maken. Nou, het komt uit een Ariadne uit 1961. Ja, het oktober-november nummer 1961. En ja, het is eigenlijk zo'n eenvoudig algemeen patroon dat je niet kan zeggen van het is een ontwerp. Het is eigenlijk meer een soort van breirecept, zoals ze dat vroeger ook zeiden. Eigenlijk net zoals hoe brei je een sok, weet je. Dus ik kan dit gewoon laten zien. Nou, het is in twee maten gegeven. Omdat er een stukje patentsteek in zit. Dat is wat hier onder je voet zit. Daar zit heel erg veel rek in. Dus het is in twee maten gegeven, het patroon. Maar de eerste maat is schoenmaat 33 tot en met 36. En de grote maat is 37 tot en met 40. Dus dat is best een grote gebied, zeg maar. En dat komt omdat er dus veel rek in zit. Nou, je hebt garen nodig voor naald 3. Ik heb hier sokkenwol, een zesdraads sokkenwol. Dat is, je hebt dikke sokkenwol, je hebt gangbare sokkenwol. Dat brei je meestal op 2,25 of naald 2,5. Dat is gangbaar, dat is dun. Dan heb je dikke sokkenwol voor naald 4, 4,5. En dit zit er precies tussenin. Zesdraads sokkenwol. Als je daarop googelt, dan vind je het wel. Maar je kan in feite elk ander garen nemen, als het maar geschikt is voor breinaalden nummer 3. In feite is dit patroontje zo simpel. Ik ga het geven in het aantal steken en toeren. Maar dit patroontje is zo simpel. Dat ik ga aan het eind van deze tutorial, ga ik behalve dat ik de steken in de tutorial heb genoemd, ga ik het ook even de maten in centimeters geven. Want als je dan dikker of dunner garen gebruikt en andere naalden, dan kun je dus zelf de gegeven maten breien in centimeters. En dan moet je even noteren natuurlijk voor de tweede bedsok hoeveel steken en toeren dat dan was, naalden. En dat moet je dan wel even opschrijven, dat ze wel hetzelfde worden. Maar dan kan je het in feite van elk garen maken. Ik ga nu deze breien op naald 3 en ik brei de kleinste maat. Maar als iets anders voor de grotere maat geldt, dan noem ik dat aantal ook. Nou, hoe zit het nou in elkaar? Want dat heb ik nog niet laten zien. Want je hebt dus een gek dingetje. Je begint hier, dan brei je dit flapje. Dan ga je meerdere, dat is allemaal in ribbels, dus alleen maar recht. Dan ga je meerdere. Op een gegeven moment stop je met meerdere en brei je een stuk in patentsteek. En dan ga je minderen, weer recht breien, minderen en weer het laatste flapje. Dus het is eigenlijk gewoon, ja, in spiegelbeeld, zeg maar twee keer. Dan wordt het dubbel gevouwen. En dan de ene kant naai je helemaal dicht tot aan het flapje. En de andere kant naai je alleen maar het patentsteekgedeelte dicht. En hier gaat dan je voet in. En die flapjes, dat is dus dat strikje wat je hier ziet. Nou, hier zit nog een gehaakt sliertje. En daar hebben ze een strikje van gemaakt en erop genaaid. Ik laat het weg, want ik heb van dat leuke verloopgaren. Dat is al kleurig en fleurig genoeg. Dus dat hoeft geen strikje op. Ik ben trouwens niet zo van de strikjes. Ik vind het altijd een beetje tuttig. Maar goed, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Als jij er een strikje op wil, haak dan even een koordje van losse. Maak er een strikje van en naai dat erop. Ik doe het dus niet. Goed,
Nou, het is zo simpel dat ik dacht, ja, als je kan breien, dan kan je dit ook. Misschien dat niet iedereen de patentsteek kan breien, maar dat doe ik natuurlijk even voor, hè. Nou, ik geef dus, ik brei de kleine maat. Maar dit flapje, dat geldt dus zowel voor de kleine als voor de grote maat. Dat bestaat uit 8 steken en dat moet 8 centimeter hoog worden. In mijn geval was dat aan beide kanten 20 ribbeltjes. Dus je zet gewoon op jouw manier 8 steken op. Ik doe altijd de lange draad methode, zo heb ik het vroeger geleerd. Met je duim en wijsvinger. Maar als jij een andere manier van opzetten weet, dan moet je dat vooral gewoon lekker op je eigen manier doen, hè? Want dat maakt niet uit als je maar 8 steken hebt. Even kijken, 2, 4 en ik heb er 9. Ik kan ook niet praten en opzetten tegelijk. Ja, dat kan wel, maar dat kan ik niet tellen. Even kijken hoor, ik heb er nu 8. En nu brei ik gewoon heen en weer ribbeltjes. Je kan een kantsteekje maken door de eerste steek over te slaan. Ik brei gewoon alle steken. Dus je breidt net zo lang heen en weer tot je een flapje hebt, een strookje van 8 centimeter. Nou, dan moet je gewoon even meten. En ja, dat zeg ik, bij mij was dat aan beide kanten 20 ribbeltjes. Volgens mij had ik aan de ene kant 20 en aan de andere kant 21 ribbeltjes, zoiets. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het heeft ook geen goede en verkeerde kant. Nou, ik ga dit even breien. En als ik dat klaar heb, dan kom ik weer terug. Want dan moet je gaan meerderen. Dat doe je steeds aan het begin van elke naald. En dat doe ik even voor. Dan laat ik even zien hoe ik dat doe. Dus als ik dit strookje gebreid heb, dan kom ik weer even terug. Nou, ik heb hier mijn 8 centimeter gebreid. Er staat trouwens in het patroontje ongeveer 75 gram wol nodig hebt. Nou hangt dat een beetje van de samenstelling en de dikte af. Gebruik je acryl, dan zal je misschien in gewicht minder nodig hebben. Is je draadje ietsje dunner, zou je misschien wat meer nodig hebben. Je weet het niet. Dus ongeveer. Ik let trouwens niet op het kleurverloop. Ik ben gewoon verder gegaan daar waar mijn draadje begon. Want ik hoef ze niet per se precies hetzelfde te hebben. Ik doe dat bij sokken ook nooit. Vind ik zonde, want dan hou je onvoordelige stukjes over. Maar dat even terzijde. Dit eerste flapje, dat is voor alle maten gelijk. Dus 8 steken en dan 8 centimeter in de hoogte. Nou, dat heb ik nu. En nu ga je aan het begin van elke naald 1 steek minderen. Dus per naald komt er steeds een steek bij. Ik doe dat niet helemaal aan de kant. Ik doe dat 1 steekje van de kant af. Nou, ik laat dat even zien. Ik heb nu 8 steken. Ik ga er nu aan het begin van deze naald eentje meerderen. Ik brei eerst gewoon een steek. Je kan het op verschillende manieren doen. Je kan hier een lusje oppikken en die verdraaid breien. Ik doe bij ribbels eigenlijk altijd gewoon breien, zoals we in het Engels noemen, knit front and back. Dan je steekt in en je breidt die steek. Je haalt hem ook door. Maar je haalt hem nog niet af. Dan steek je in de achterkant van die steek. Dus gewoon, je gaat wel vooruit. Maar je steekt in de achterste stuk van de lus. En die brei je. En dan pas laat ik afglijden. Dan heb ik 2 steken uit 1 gemaakt. Nou, dan brei ik mijn naald uit. En dan heb ik dus 9 steken. Ik doe het steeds alleen aan het begin. Ik keer mijn werk en nu ga ik weer een steek minder. Ik zal het nog een keer laten zien. Je kunt trouwens, als je op een telefoon of tablet kijkt, kan je inzoomen. Hè? Moet je even op je beeld, moet je even zo doen. En dan vergroot hij, als je het niet zo goed kunt zien. Ik maak eerst een steek en bij de tweede steek ga ik hem eerst gewoon breien, alleen ik haal hem niet af. Dus ik haal hem wel door, maar ik haal hem niet af. Dan breng ik mijn naald. Ik hou mijn lusje even tegen, zodat hij niet afschiet. En dan steek ik nog een keer in, maar dan in de achterkant van de lus. Ik sla om
Ik brei de steek en ik haal af. Dan heb ik 2 steekjes gemaakt in 1 steek. Dus nu heb ik, als het goed is, 10 steken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik laat het nog 1 keer zien. Dus, eerst brei ik een steek. Dat is de steek aan de kant. Dan steek ik in. Ik brei hem gewoon, maar ik haal hem niet af. Dus ik haal wel door, maar ik haal hem, laat hem nog niet afglijden. Ik leg mijn werk even, mijn naald waarmee ik brei, even zo plat. Ik hou de steek tegen. En nu steek ik in. Oh, ik moet hem wel erop laten zitten. Even goed tegenhouden met je vinger. En nu steek ik in, achter in de steek. En ik brei dus nog een keer. En nu laat ik hem wel afglijden. Nou, nu heb ik dus 11 steken. En zo blijf je meerdere. Steeds aan het begin van elke naald 1 steek. Blijf je meerdere. En dan moet ik even opzoeken in het patroon dat ik het wel goed zeg. Je blijft nu net zo lang aan het begin van elke naald meerdere. Voor de kleine maat. Tot je... kijken. Ja, tot je 44 steken hebt. Voor de grote maat blijf je meerdere tot je 50 steken hebt. Dus, kleine maat, ga je net zo lang blijf je meerdere tot je 44 steken op je naald hebt. Voor de grote maat moet je 50 steken op je naald hebben. En daarna gaan we een stukje patentsteek breien, maar dat laat ik straks natuurlijk nog even zien. Dus, ga dit lekker doen, dan doe ik dat ook. En dan laat ik straks het volgende stukje zien. Nou, ik heb mijn juiste aantal steken, 44, voor de grote maat 50. Hè. En we zijn nu toe aan de patentsteek. Je zult misschien denken, als je het zo voor je ziet, van dat is toch veel te klein, er past toch nooit je voet in. Maar je ziet hoe wijd die patentsteek wordt, hè. Dus dat echt, het komt goed. De patentsteek, ja, het is een hele volumineuze steek die je inderdaad in de breedte heel erg uitzet. En die heel lekker zacht en toch dik is. Dus lekker warm aan de onderkant van je voeten, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Nou, hoe gaat die nou? Tel even goed je steken na. Want het is bij de patentsteken heel belangrijk dat je een even aantal steken hebt. Want anders dan klopt het niet wat je doet. Nou, ik laat het even zien. Je legt je draad voor je naald. En je haalt de eerste steek averecht af. Dus net alsof je gaat breien. Zo. Dan laat je je draad zitten. En je breidt een steek recht. Dan heb je dus een afgehaalde steek met een omslag en een steek erna. Draad naar voren, een steek averecht afhalen en een steek recht. Dus niet je draad meer naar achteren doen, want daardoor krijg je nu een omslag en die ga je op de terugweg meebreien. Kijk, je ziet hier heel duidelijk, het is nog net jammer dat het nu net een stukje zwart is, maar je ziet hier heel duidelijk die afgehaalde steek. En dit is die rechte steek met die omslag. Zie je dat? Of dat, dit is de rechte steek en dit is de afgehaalde steek met die omslag. Zie je? Dus, dat doe je de hele naald uit. Dus draad naar voren, 1 steek averecht afhalen en een steek recht. Draad naar voren, een steek averecht afhalen en een steek recht. Ja, dus je draad naar voren, 1 steek averecht afhalen. Nu niet je draad naar achter doen, gewoon laten zitten. En een steek recht. Draad naar voren, een steek averecht afhalen en een steek recht. Nou, dat doe je tot je hele naald uit hebt gebreid.
Dit is alleen de eerste naald vanaf de tweede naald. Ja, je doet bijna hetzelfde, alleen dan moet je die omslag ook meebreien. Dat laat ik zo zien. En dat doe je dan de hele tijd. Dit is dus eigenlijk je opzetnaald, zeg maar, van die patentsteek. Omslaan, averecht afhalen, 1 recht. Omslaan, averecht afhalen, 1 recht. En als het goed is, eindig je dus ook met de steek recht. Dat klopt. Nu keer ik mijn werk. Nu ga ik precies hetzelfde doen, alleen met die steek recht. Die ik zo moet breien. Ik moet deze eerste steek afhalen. En die steek die ik zo meteen recht moet breien, daar zit die omslag ook. En dat brei je dus samen, alsof het één steek is. Dus, ik doe mijn draad voor mijn naald, dat is wel belangrijk. En ik haal averecht af. En nou ga ik mijn steek recht maken. Die steek, dat is de steek samen met de omslag. Je steekt dus gewoon in die steek. En die omslag zit er eigenlijk automatisch al bij. En dat brei je dus recht. Dus omslaan, averecht afhalen en dan brei je de volgende steek recht en daar zit die omslag bij. Zie je dat? Steek je gewoon, dat gaat eigenlijk vanzelf. Dus omslaan, averecht afhalen, recht. Omslaan, averecht afhalen, recht. Omslaan, averecht afhalen, recht. Gewoon die steek en die omslag die zit er al over. Dus dat gaat eigenlijk vanzelf. Die omslag neem je vanzelf mee. Omslaan, averecht afhalen, recht. De steek samen met de omslag. Dus de steek samen met de omslag recht breien. Omslaan, averecht afhalen, recht. Het is een steek die in de hoogte niet zo heel erg snel opschiet, omdat die natuurlijk, omdat je steken steeds afhaalt. En vandaar dat het ook in de breedte heel erg gaat uitzetten, omdat je in de hoogte, ja, ziet het wat meer in elkaar, zal ik maar zeggen. Het is ook een hele mooie steek voor sjaals, voor dassen bijvoorbeeld. Want je hoeft het niet af te werken. Het krult niet. Het is aan twee kanten gelijk. Het hangt mooi. De randjes hoef je niet af te werken, want die zijn van zichzelf al netjes. En voor lange sjaals, gewoon voor rechte sjaals, bijvoorbeeld, is het een hele fijne steek. En het is ook lekker warm. En de laatste moet je even goed kijken, dat je echt die steek met die omslag meepikt. Dat is het. Dat is alles. Je doet dus steeds hetzelfde. Kijk, je ziet hier die omslagjes heel duidelijk zitten. Nou, voor de kleine maat brei je zo 60 naalden, meen ik. Even zoeken of ik dat goed zeg. Ja, voor de kleine naald, maat brei je 60 naalden patentsteek. Voor de grote maat brei je 68 naalden patentsteek. Hoe weet je nou hoeveel naalden je hebt gebreid? Want het is niet zo makkelijk tellen als tricotsteek of ribbeltjes. Je kunt ze natuurlijk turven. Of met zo'n tellertje. Dat kan natuurlijk. Maar ik vergeet die vaak. Dus wat ik doe. Je ziet die veetjes, die zijn vrij groot. Die liggen bovenop. Eén veetje
is 2 naalden. Dus ik moet dus in mijn geval 60 naalden patentsteek breien. Dat betekent dat ik 30 veetjes moet hebben. Je kan gewoon de veetjes tellen. Ja? Nou, voor de grote maat 68 naalden. Dus dan tel je de veetjes. Dat zouden er dan 34 moeten zijn. Je kunt die veetjes heel goed zien. Ja? Dus, we gaan dit stukje breien. En als dat klaar is, dan kom ik weer bij je terug. Nou, de zon laat zich nog even zien, vlak voordat hij ondergaat. Is die er vandaag toch nog even geweest? Ja, ik ben klaar met het stuk patentsteek. Ik heb hier dus 60 toeren, 30 veetjes. En voor de grote maat was het dus volgens mij 66 toeren. Even spieken. 68, ja. Ik heb 60 naalden en voor de grote maat 68 naalden. Nu gaan we weer dit stukje breien, maar dan omgekeerd natuurlijk, want hier ging je meerdere. Nu moet ik minderen. En ik ga alle steken en in de eerste naald ook de omslagen, die breien tegelijk met zo'n steek mee, net zoals bij de patentsteek eigenlijk, ga ik allemaal recht breien. En nu ga ik, ik brei eerst 1 naald recht. En vanaf de volgende naald ga ik dan aan het begin van elke naald een steek minderen. Dus ik brei eerst alle steken recht. Nou, dat is een kantsteek. Die brei ik nu. En nu heb ik dus de omslag met die rechte steek. Die brei je recht samen. Net zoals je bij de patentsteek deed. He, dus je gaat nu niet meer omslaan en afhalen. Je breidt nu alle steken recht. Maar die steken waar die omslag bij zit, die neem je samen. Anders zou je in één keer 2 keer zoveel steken hebben. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus je breidt gewoon de hele toer recht. Nou, ik zal dat proberen zo snel mogelijk te doen. Deze wol splijt een beetje. Ik heb onderhavenklap dat ik door de draad heen steek. Ik weet niet waar dat aan ligt, maar ik moet echt goed opletten dat ik echt in de lus steek en niet door de draad heen. Nou, ook minderen kun je op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld nou deed ik het bijna fout, zie je dat? In tricot steek bijvoorbeeld, dan doe je vaak een steek afhalen, dan eentje breien en dan de afgehaalde over de gebreide heen halen. Dat geeft dan zo'n mooi randje, zeg maar, dat is zo'n mooi veetjesrandje. Maar bij ribbels dan zie je dat helemaal niet en ik brei dan gewoon 2 steken recht samen. Maar je kunt minderen op de manier zoals jij dat gewend bent of zoals jij dat mooi vindt, dat maakt niet zoveel uit. Ik doe het wel 1 steek van de kant af. Zo, nu heb ik alles recht gebreid. En nu ga ik dus aan het begin van elke naald 1 steek minderen. Dus ik brei eerst gewoon een steek. En dan brei ik er 2 samen. Die brei ik gewoon recht samen. Dus ik steek in. En dan niet alleen door 1 steek, maar door 2 steken tegelijk. Dus ik doe mijn naald achter de 2e steek. En ik steek door alle 2 tegelijk heen. Zo. En dan brei ik ze samen. Nu heb ik een steek geminderd. Nou, dan brei ik de toer uit. En dan bij de volgende naald minder ik weer op dezelfde manier als wat ik nu net heb laten zien. Dus ik brei even deze naald uit en laat ik het nog een keertje zien. En dan denk ik dat je het wel weet. En je hoeft verder niet te tellen of zo, het aantal toeren, want je mindert net zo lang
tot je weer die 8 steken over hebt. Dus bij de grote maat heb je al meer steken op je naald staan. Dus totdat je bij die 8 steken bent, heb je sowieso ook meer toeren gebreid dan bij de kleine maat. Want je, dat zeg ik, je mindert net zo lang tot je nog 8 steken over hebt. Dus je hoeft niet te tellen of zo, of het aantal toeren of zo. Je gaat gewoon door tot je nog 8 steken hebt. Nou, dan ga ik mijn volgende naald. Dus ik brei eerst 1 steekje. En dan de volgende 2, die brei ik samen. Dus ik leg mijn naald achter de tweede steek op mijn linkernaald. En ik steek door beide lusjes heen. En soms is dat lastig, want dat ribbeltje zit hier ook een beetje ervoor. Je kan het een beetje zo naast elkaar leggen, dan gaat het ook makkelijker. Ik steek door allebei tegelijk heen en ik brei ze samen alsof het 1 steek is. En ik brei mijn naald dus verder uit. Nou, wat je nu moet doen is dus, ik zei het al, steeds aan het begin van elke naald een steek minderen. Totdat je nog 8 steken over hebt. En dan brei je weer dat laatste flapje. En dat moet weer 8 centimeter zijn. Doe je net zoveel ribbeltjes als je hier hebt, brei je dan ook aan de achterkant, aan de andere kant. Dus, nou, als ik dat gedaan heb, hè, ik heb geminderd en ik heb dit tweede flapje gebreid, dan kom ik weer bij je terug, want dan laat ik ook even zien hoe je het in elkaar moet naaien. Dus, jullie zien me bij dit punt aan de andere kant weer terug. Nou, het breien is nu klaar. En nu gaan we hem in elkaar zetten, draadjes afhechten en in elkaar zetten. En je hebt daar voor nodig een naald waar je draadje in past met een stompe punt. Ik haal even mijn steekmarkeerder eruit. Je kan het op verschillende manieren aan elkaar zetten. Wat heel mooi is, is de goede kant buiten en het dan aan elkaar mazen. Maar dat laat ik wel een andere keer zien. Met een effen gekleurd lapje, want anders kan je niet zo goed zien wat ik doe. Wat ik nu ga doen, is de goede kanten op elkaar. Eigenlijk heeft het geen goede en verkeerde kant. In dit geval wel, want er zat een knoop in mijn garen. Dus ik moest even draadjes wegwerken. Dus ik heb wel een verkeerde kant. Maar heb je dat niet onderweg, dan heeft het eigenlijk geen goede en verkeerde kant. En ik ga dat gewoon met stiksteekjes doen. Hier heb ik het al gedaan en ik heb hem al omgekeerd. Zo gaat mijn voet erin. Lijkt heel klein, hè? Maar kijk wat er gebeurt. Zo zit dus mijn voet. En ik heb hier gewoon een dubbele knoop ingelegd. En hier zit dus een naad. Heb ik gewoon met een stiksteekje gedaan. En hier zit dus een naadje. Nou, hoe doe je dat nou? Ik pak gewoon een draadje. Eerst gaan we even de begin- en einddraadjes wegwerken. Hier heb ik dat al gedaan, hier moet ik dat nog doen. En ik doe dat eigenlijk heel simpel. Die flapjes die zie je, dus je moet dat zo netjes mogelijk afhechten. En wat ik doe, ik steek even door zo'n steekje heen naar beneden. Zo. En nu ga ik, je ziet hier die bubbeltjes, hè? Je ziet hier bubbeltjes die omhoog wijzen. En hier zie je de grijze bubbeltjes die naar beneden wijzen. Nou, mijn draadje wijst nu naar beneden. En ik steek nu, hier komt mijn draadje uit. Ik steek nu hier door dat onderste bubbeltje heen. En ik ga weer opnieuw waar ik vandaan kwam, steek ik schuin omhoog. Nu ga ik door het volgende bubbeltje wat ernaast ligt. En ik ga weer opnieuw door dat onderste bubbeltje waar ik vandaan kwam. Dan maak je eigenlijk een soort van achtjes. Dat is het mooist en dat is het stevigst. Hier kom ik nu uit. Ik steek nu in het volgende bubbeltje ernaast. Maar ik ga weer terug door het bubbeltje waar ik net uitkwam. Dat was deze paarse. Nu pak ik de volgende paarse. Ga ik weer naar beneden. En ik steek weer terug
door waar ik net vandaan kwam. En zo ga ik door tot de andere kant. Je maakt eigenlijk een soort achtjes. Dat zie je het minst, want je krijgt deze flapjes natuurlijk wel te zien. En het gaat niet zo snel los, omdat je steeds, ja, eigenlijk weer een beetje terugsteekt. Dan zit dat vrij stevig. En dat is het netst. Het voordeel is ook dat daar rek in zit. Dus je kan het ook niet strak trekken. In de buurt van een naadje of zo kan dat ook handig zijn om het zo te doen. Nou, ik ga gewoon door tot het eind van die toer van het flapje. En dan zit het wel. Kijk, en je ziet er bijna niks van, omdat je in feite gewoon de steekjes volgt. Doe dat niet te strak, zodat je als je er wat druk op uitgeoefend wordt, dat je niet meteen het draadje helemaal los trekt. Zo. Nou, het laatste. Ik zorg er wel voor dat ik eindig met een steek die over mijn werk wijst. Dus niet die kant op, want dan steekt dat uit. Hier zit het nog een beetje verstopt. En ik knip mijn draadje af. Zie je niks van en het blijft goed zitten. Nou, nu leg ik dus de delen op elkaar. En ik vind het zelf het handigst om van boven naar beneden te stikken. Maar het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Je kan het ook andersom doen. Dat maakt niet zoveel uit. Wat je in ieder geval waar je voor moet zorgen, is dat het wel gelijk ligt. Dat in ieder geval dat patentsteekgedeelte en dat de overgang naar de ribbeltjes, dat die dus op elkaar liggen. Zie je, dan is dit dus precies het eerste gedeelte wat ik moet hebben. En dan weet je ook zeker dat dit ook gelijk is. Kijk, mijn flapjes zijn een beetje minder gelijk. Dat vind ik niet zo erg. Nou, ik pak mijn draad. En ik ga dat gewoon met stiksteken doen. Ik doe dat van rechts naar links. Omdat de meeste mensen rechtshandig zijn. Ik doe het wel met links. Maar wel in de richting zoals een rechtshandige dat zou doen. Ik zorg dat dit precies op elkaar ligt. Dit is precies gelijk zo. Zodat die overgang van patentsteek naar ribbelsteek, dat precies gelijk ligt. Ik begin in de hoek, dus ik kijk even goed naar de V'tjes. Ik leg het goed met de V'tjes tegen elkaar. Zo, en dan kijk ik even de steken, dat ze zo op elkaar zitten. Dat als ik hier begin, dat ik ook gelijk uitkom. Dus die horen bij elkaar, deze horen bij elkaar, deze twee horen bij elkaar. Die horen bij elkaar. Deze horen bij elkaar. Even kijken hoor. Hier. Deze horen bij elkaar. Zo kijk ik dan even. Deze twee en dit. En dan zit er één steekje. Zit hier dan tussen. En ik steek door onder die V'tjes door. En ik laat een draadje hangen wat ik strakjes kan afhechten. Ik ga er even omheen. En ik steek nog een keertje door die V'tjes. Nou, nu pak ik, hier kom ik uit, dan pak ik het volgende V'tje. Daar steek ik onder. En het V'tje wat er tegenover zit, steek ik ook onder. Nu heb ik een steekje gemaakt. Dan ga ik eerst even terug naar het eerste steekje. Nu heb ik een steek gemaakt. Deze heb ik net gedaan. Dus die sla ik over en ik ga naar de volgende. Ik steek onder de twee V'tjes die tegen elkaar liggen door. En dit wordt dus een wat grotere steek. Dus ik ga twee vooruit, maar ik ga eentje terug.
Nu ga ik één, want hier heb ik net in gezeten, daar ga ik straks door terug. Dus die sla ik nu over. Dus ik ga 1, 2 vooruit. En eentje terug. 1, 2 vooruit. En eentje terug. En zo doe ik dat tot ik alle steekjes heb gehad. 2 vooruit. Eentje terug. Is het nou een beetje te klein? Op een tablet of een telefoon kan je zo op je scherm doen, hè? Dan kan je inzoomen. Dus 2 vooruit. En eentje terug. Dan krijg ik aan de ene kant korte steekjes. Die zie je bijna niet, want die vallen helemaal tussen die veetjes hier. En aan de andere kant krijg ik lange steken. Zie je dat? Dus 2 vooruit. En eentje terug. Niet al te strak aan je draad trekken. Het moet goed tegen elkaar zitten. Wel stevig, maar niet zo strak dat het in elkaar gaat zitten, hè? Dat is niet zo mooi. En eentje terug. 2 vooruit. Goed kijken dat je het hele veetje pakt. 2 vooruit. En eentje terug. Nou, ik heb nu bijna dat patentsteekgedeelte gedaan. Kijk, mijn draad wil nu in elkaar draaien. Dan draai ik hem even terug. Zo. Dat het niet in, want anders kan het in de knoop gaan zitten. 2 vooruit. En eentje terug. Nou, dat valt mee, hè? Nou, nu ben ik aan het einde van de patentsteek. En ik blijf zo doorgaan. Alleen nu heb ik geen patentsteek, maar ribbeltjes. Met, je ziet hier van die, ja, hoe noem je dat? Flupjes. ik heb er geen ander woord voor. Van die, ja, het lijken net, ja, hoe zeg je dat? Van die kantsteekjes die uitsteken. Nou, daar steek je dus net onder. Het steekt, om eventjes in de juiste termen te blijven, het steekt niet zo heel nauw hoe je dat doet. Maar je doet precies hetzelfde als bij de patentsteek. Je kan alleen ietsje minder goed zien wat je doet, omdat je niet van die mooie veetjes hebt. Maar je steekt ergens onder of vlak naast zo'n bubbeltje, steek je door beide laagjes, legt het goed tegen elkaar, vooruit en je gaat weer een steekje terug. Je gaat er 1, dit tel je mee wat ertussen zit. 1 en dan onder het volgende bubbeltje steek je in. En tussen de bubbeltjes weer terug. Onder het volgende bubbeltje heen. En tussen de twee bubbeltjes weer terug. Onder het volgende bubbeltje heen. En tussen de twee bubbeltjes weer terug. En zo ga je door. Tot je bij dat punt bent van je 8 steken. Dat is in dit geval hier ongeveer. Is het een steekje verder of minder ver? Maak je niet druk. Ongeveer daar. Je ziet een flauw hoekje. Zie je, hier loopt het vanaf hier loopt het recht. En hier loopt het schuin. Nou, precies waar het schuine overgaat in het rechte, daar stop je. Nou, en het afhechten, dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Want je kan een paar steekjes over elkaar maken op dezelfde plek. En dan ga je even door het naadje, want dit naadje komt aan de binnenkant. Ik zal het even, kijk, als ik dit openleg, dan steekt dit een beetje uit. Hè? Dat komt aan de binnenkant. En daar kan je dan je draadje eventjes doorheen rijgen, zodat het afgehecht is. Nou, ik ga even, ik maak het even verder af. En je doet het een beetje dicht bij de kant, zodat je een beetje een mooi smal naadje krijgt. En hoe je netjes dicht kunt mazen met de ribbelsteek. Ik denk dat velen het wel kennen van de tricotsteek, maar bij de ribbelsteek kan dat ook. Alleen dan moet je het net even een beetje anders aanpakken. En dat is ook het mooiste bij een rechte kant. En bij zo'n schuine kant met die minderingen ernaast
kan het ook, dat mazen. Maar dat zeg ik, dat kan ik wel een keertje voordoen. Maar dan moet ik dat met effen garen doen en met wat dikker materiaal, zodat je wat beter kan zien wat ik doe. Anders kan je dit hier, met dit kan je dat gewoon niet goed zien. Nou, ik ben er bijna nu. Dan laat ik nog even zien hoe ik het draadje afhecht. Oh, nog wel een stukje. Ik hoop dat mijn draadje het redt. Stiksteek neemt best wel wat garen, omdat je natuurlijk steeds ook weer terugsteekt, hè? De stiksteek is echt een mooie stevige steek die een naad goed sluit. Je ziet wel altijd aan de goede kant dat er een naadje zit. Maar het is wel ook als je met stof bijvoorbeeld, met een lapje, dan is dat gewoon een hele stevige steek. Nou, ik red het net. Dit is mijn laatste steekje. Steek nog één keer terug. Nou, en dan doe ik even twee steekjes op dezelfde plaats. 1, 2. En dan ga ik in dat naadje, dus aan de bovenkant van dat naadje, ga ik gewoon onder een aantal steekjes door. Is je draadje nou te kort, dan kan je ook eerst je naald erin doen. Kijk, je gaat gewoon onder een aantal steekjes. Gewoon, dat maakt niet zo heel veel uit. Je hebt een paar steekjes over elkaar heen gemaakt. Dus het zit eigenlijk al vast. Je zou er ook een knoopje in kunnen doen. Is je draad nou te kort, kan je ook eerst de naald insteken. En dan je draadje erin doen. Hier zit hij er nog in, dus dat scheelt. Zo. Ik trek het even op zijn plek. Nou, dit was een vrij kort draadje. Hetzelfde doe je aan deze kant. Je ziet hier, ik zal even mijn hand erin, dan kan je goed zien. Dit is het naadje. En dan ga je gewoon onder een aantal van die halve veetjes door. Gewoon zo. Dit is wat losser dan hier. Dus voor de zekerheid ga ik ook nog terug. Mijn draadje is ook lang genoeg dat dat kan. Heen. Even lostrekken, zodat je weer ruimte hebt. Want anders dan zou je, als je het kort hebt afgeknipt... Kijk, ik ga nu terug. Als je het kort hebt afgeknipt en je hebt het in elkaar getrokken... Zodra je dan die sok aantrekt, dan trek je het draadje misschien weer los. Dus vandaar dat je het even wat ruimte moet geven. Zo, en weer terug. Nou, weer even ruimte geven. Hetzelfde naaien doe ik aan deze kant. Dus ik ga weer kijken... Alleen hier doe ik alleen het gedeelte patentsteek. Dit blijft open, want daar gaat je voet in. Dus ik ga weer goed kijken. En van waar beginnen de ribbeltjes? Dat is hier. Dan leg ik de veetjes goed netjes naast elkaar, tegen elkaar aan. Dat is dit veetje moet ik hebben, wat echt bovenop ligt, zo. Dat leg ik echt tegen elkaar. En dan ga ik ook weer kijken welke veetjes horen bij elkaar. Kom ik hier uit? Ik kan in dit geval ook hier beginnen met naaien. Dat is nog beter, dan weet je zeker dat je goed uitkomt. Als de eerste goed naast elkaar ligt, dan doe je hetzelfde. He, dus 2 vooruit, eentje terug. En dan eindig je bij de punt. Dat is in dit geval makkelijker. Dus dat ga ik even doen en dan kom ik weer eventjes terug. Nou, het naaiwerk is nu klaar. Nu keer ik hem om. Even de puntjes goed naar buiten duwen. Hier gaat dus je voet in. En ja, de voorkant, of de flapjes hierboven, daar kun je eigenlijk mee doen wat je wil. Ik heb er een dubbele knoop in gelegd, want er zit ruimte zat om een voet in te doen. Maar je kan het ook
aan elkaar naaien en de flapjes gewoon zo laten hangen. Dat is ook mogelijk. Net wat je wil. Ik leg er gewoon een dubbele knoop in. Ik leg het een beetje dubbel zo, dat je een mooie kleine knoop kunt maken. Maak ook een beetje gebruik van de rek die erin zit. Rechts over links. En links over rechts. Dan krijg je een mooie platte knoop. En ik vind het goed zo. En hoe ze aan mijn voeten zitten, dat heb je dus kunnen zien bij de foto, aan de foto aan het begin. Nou, een simpel, snel, klaar projectje. Lekker voor jezelf. En leuk als cadeautje. En nou ben ik vergeten de maten te geven. Weet je wat ik doe? Ik ga dat even rustig, want ik moet dat echt even uitmeten. In centimeters, hè, zou ik de maten geven. Ik ga dat in de beschrijving onder deze video zetten. Ja, onder de video, als je die klein maakt, dan staat daar altijd een stukje van een zinnetje. Dan staat daar meer. Als je daarop klikt, dan krijg je de hele beschrijving. Daar zal ik de maten in centimeters inzetten. Ik merk dat ik dat nu vergeten ben. Dus klik de beschrijving even open, dan weet je dat. Ja? Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Misschien ga je er wel wat maken. Dan wens ik je heel veel succes ermee. In ieder geval voor nu. Bedankt voor het kijken. En misschien tot de volgende keer. Doeg!